Maar toch heeft hij ook wel, is hij wel met de goede intenties. Ergens geloven ze ook wel. Ja? Dat hij toch het Sovjetrijk en dat hij toch iets moois nu wil vinden zitten. Ja, maar 20 miljoen doden is niet echt makkelijk overheen te kijken. Nee. Extreme winter is, en dat is het hier in Georgië altijd in de winter, extreem. Veel neerslag, veel sneeuw. Dan worden deze tunnels gebouwd op de Military Road. Dat zijn lawinetunnels. We kennen ze natuurlijk ook wel, hè, in de Alpen. De lawine komt van die kant en die dendert eroverheen, zodat het verkeer er geen last van heeft. En deze wordt in de zomer gebruikt, want dan zijn er geen lawines. Maar het bijzondere aan deze lawinetunnels, die zijn gebouwd door Duitse krijgsgevangenen die door Stalin zijn meegenomen vanuit Duitsland gedurende de Tweede Wereldoorlog hier aan het werk gezet. En je vindt ze hier op de Military Road, daar heb je de volgende, overal aangelegd door Duitse krijgsgevangenen. En nu nog in gebruik. We hebben wel degelijk werk geleverd dus. Het komt daar uit de bergen, maar hier in dit gedeelte van Georgië bevat het extreem veel metaal. Nou, en dat laat dus het een en ander achter. Het lijkt een beetje zacht, maar het is niet, het is knalhard, geeft ook niet af. Maar het is dus gewoon schoon water. Ik zal laten zien wat er gebeurt als je dat drinkt. Aan de andere kant loopt het van de berg. Dan heb je dus die hele grote roestige plek. Hier komt het onder de weg door. Je kunt drinken. Dus in het begin is het echt heel goor, maar het went eigenlijk een beetje. Het is heel sterk, dus echt zo'n ijzersmaak zit eraan, maar ook een bubbeltje. Het is gewoon natuurlijk sparkling water. We waren al eerder bij dat monument. Het was om de 300 gevallen Georgische krijgers te herdenken. Dat was niet van de grootste schoonheid. Deze oordeel zelf, het vriendschapsmonument. De verbroedering tussen Rusland en Georgië. Het is in 1983 geopend, 200 jaar nadat die verbroedering eigenlijk min of meer is vastgelegd. Tussendoor waren het niet altijd vriendjes. Nu zit er een overheid, een regering hier in Georgië, die is Russisch gezind. Maar er komen verkiezingen aan en dan kan het wel weer eens anders zijn. Dus het gaat een beetje heen en weer. Het is een beetje haat-liefde, zeg maar. En dat vind je dan ook wel weer terug, vind ik, in de vormgeving van dit monument. Maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je bent in de wereld. Je komt altijd Nederlanders tegen.
En soms zijn het schreeuwende vakantiegangers. En soms zijn het mensen die werkelijk iets heel, heel, heel bijzonders aan het doen zijn. Marieke, het is toeval, hè? Het is werkelijk maar toeval. Marieke, jij bent vriendin van Martine. Martine, ja, wist dat jij ergens in Georgië zou zijn. Ja. Want je bent niet speciaal deze kant op gefietst, hè? Zij moest hier zijn voor Off the Grid. En ik ben hier op mijn fiets. En dat liep allemaal samen. Maar ongelooflijk, op de fiets. Vertel, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Wat ben je aan het doen? Wie ben je eigenlijk? Wie ben ik? Ik ben een Friesin die van fietsen houdt. Die van fietsen haar levensstijl heeft gemaakt. Dus ik kan er ook een beetje van leven. En we zijn op 1 april vertrokken uit Workum, waar ik woon. Samen met Tjeppe, die daar met Martine staat te kletsen. Dat is een inheemse Maya uit El Salvador. Hoe kom je aan een inheemse Maya uit El Salvador? Dat was op een vorige reis die je hebt ontmoet in Bolivia. En daar is hij een stukje met mij gaan fietsen. En dat was hartstikke leuk, dus ik dacht van waarom niet? Laten we met z'n tweeën doen. Want mijn eerste poging om rond de wereld te fietsen, die strandde op het coronavirus. Dat was in 2019 en 20. En nu zijn we opnieuw begonnen. Ik wilde het ook niet afmaken. Ik denk, ik ga gewoon nog een keer. Want het leven op een fiets is zo zorgeloos. Het is een heerlijk bestaan. Je gaat gewoon iedere dag een stukje verder. En je hebt geen haast. Het is, Het is alles voor mij. Je beleeft. Ja, je beleeft. Ja. Er overkomt je van alles iedere dag. Kijk nou hier maar. Ja? Ja, ja. Nou, ik vind het een eer. Ik vind het een eer. En dan zit ik naar je fiets te kijken. Die heeft veel meegemaakt, hè? Ja, mijn fiets is al 23 jaar oud. Ja? Ik ben ermee van Vuurland naar Alaska gefietst. Dus dat was al een reis van 28.000 kilometer. Toen ben ik er op naar een verjaardagsfeestje van mijn vriendin Maria gegaan. Maar die woont in Adelaide in Australië. Vanuit Nederland ging fietsen naar Australië voor een verjaardagsfeestje. Dat was ook... 28.000 kilometer. Je schrijft boeken, je hebt een aantal. Ik heb er toevallig eentje in de kast. Je hebt een in de kast staan. Geweldig. Ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen. Ja. Waar kun je ze vinden als je hiervan houdt van avontuur? Overal op bol.com. Google mijn naam maar, dan vinden mensen het wel. Ja. Even compleet, jouw naam? Marika met een C. M-A-R-I-C-A van de Meer. Heel veel neem. Juist. Ja. Hey, en wat is nu je planning? Want je bent dus uit Friesland begonnen. Je bent nu hier. Moet je rekening houden met het klimaat? Misschien een klein beetje? Het enige waar we een beetje nu rekening mee moeten houden, dat we niet te laat in Mongolië zijn. Tjeppe die wil heel graag naar Mongolië, omdat zijn voorvaderen daar vandaan kwamen. Die kwamen over de Beringstraat via Alaska naar de Amerika's. Yeah. En ja, we denken dat we nu zo eind oktober in Mongolië zijn. En dat moet echt niet later. Dan wordt het te koud. Naar China door? Ja, dan stuk je China en met de boot naar Zuid-Korea, Japan. Ja. En dan gaan we kijken of we een boot kunnen vinden naar Mexico. Ja, ik ben niet jaloers op je. Want toen ik je zo zag fietsen, dacht ik, dat is toch een kilometertje of 50.000, denk ik? Of nog meer? Wij denken 40. 40? Oké. Okay. Maar ik vind het ontzettend knap. Ontzettend knap. En je straalt ook terwijl je het vertelt. Ja, nou ja, dit is even een moeilijk stukje. We moeten hier een pas omhoog. Maar ik weet ook, als we deze 2500 meter gedaan hebben, dan is er bijna geen berg tot aan Oezbekistan. Dus dan kunnen we doorknallen. Ja. Ja, maar... Wat is je afstand, zo gemiddeld? Nou, een normale dag is 100 kilometer. Dat is voor ons een mooie dag. Als we wind in de rug hebben, dan doen we wel wat meer. En ja, als we hier in de bergen zijn, dan kan het ook zijn, net als gisteren haalden we maar 58 kilometer, omdat we 1,5 kilometer de lucht in moesten. Ja, ja, ja. 1500 hoogtemeters. Ja. En je slaapt soms in een tentje, soms in een pensionnetje, soms bij mensen misschien ook? Ja, ook. We gaan kamperen en één keer in 5-6 dagen moeten we wel een hotel om alles op te laden. Ja. En soms dan word je uitgenodigd voor de thee en dan blijf je bij mensen slapen. En dat is ook het leuke, want je kunt langs allerlei highlights en mooie steden fietsen, maar uiteindelijk blijft het mooie dat je mensen ontmoet. Ja. En die maken je reis. Ik zou uren met je kunnen praten, maar ik kan niet, want wij moeten natuurlijk ook weer verder. Jij moet verder. Jij gaat naar Rusland. Ja. Wij gaan terug Georgië in. Ja. En als je alles wilt lezen, weten, beleven van Marika, dan moet je de boeken lezen. Ik heb er één gelezen, ik ga de andere ook lezen. Het is zo'n mooi verhaal. Hartstikke. Prachtig. Ja, dankjewel.
er hier heel veel van, hè, van dit soort huisjes. Ja, een stuk of 100. Dit hele gebied. Ja. En die hebben ze allemaal weggehaald. Ja. En deze mag blijven staan. Ja. Overkappertje erover. Ja. Ik vind het toch wel wonderlijk dat de man van 20 miljoen Doden. Zoveel aandacht krijgt in zijn stad. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat blijft ook wel wonderlijk, denk ik. Ja, hè? Ja. Hoewel maar ze er hier anders wel over denken. Ja, ook niet per se, hoor. Want het is, ze weten wel dat hij natuurlijk geen goede dingen heeft gedaan. Ja. Maar toch heeft hij ook wel, is hij wel met goede intenties. Ergens geloven ze ook wel. Ja. Dat hij toch het Sovjetrijk en dat hij toch iets moois nu over in zit. Ja, maar 20 miljoen doden is niet echt makkelijk overheen te kijken. Nee, nee, nee. Nee, maar ze zijn hier ook niet per se pro-Stalin, hoor. Nee, nee. Okay. Maar het is. Wat wel bijzonder is, vind ik, wat jij vertelde eerder, is dat hij niets had, hè? Ja. Niets. Niets. En toen hij uiteindelijk twee overleed, jassen. Had niets. Hij nog steeds niks, hè? Nee. Nee. Terwijl al die dus anderen, die hebben zich enorm verrijkt. Dus in die zin was hij dus wel trouw aan zijn aan de idealen en dat wat hij, ja, wat hij aangaf. Want dit lijkt een klein huisje, maar het was maar de helft waar hij met zijn familie inwoonde. Zijn vader was schoenmaker, zijn moeder huisvrouw. Ja. Beneden was het ateliertje van zijn vader. De rechterdeur woonde de eigenaar van het huis en dit was gewoon gehuurd. Dus zijn familie heeft, hij komt uit een heel arm gezin, enig kind. Ja. Hij had wat te bewijzen, denk ik. Ja, ja. Moet dat toch? Ja, of misschien dan toch ook wel ergens ver weg goede idealen. Alleen het pakt er wat verkeerd uit. Het pakt altijd hier en daar verkeerd uit, goede idealen. We gaan verder. Dit is ook off the grid, hè? Zeker. Beetje cultuur. Ja. En nu gaan we weer off-road En niet opzoeken. Altijd leuk, maar dat hoort er ook bij. Nee, niet It's altijd history. Leuk. Ja. Meestal wel leuk. Meestal trouwens. Wel leuk, zeker waar. You go with me. Oh, yeah. Ze zijn hier zo gastvrij. Hier in Georgië, vraag je, mag ik een rondje in je Lada? Ja, is goed joh, zegt hij. Leuk, die hadden we nog niet gehad. Een echte oude Lada. Thank you, my friend. Thank you. Have a nice life. Deze hele vallei, die loopt tientallen kilometers die kant op, tientallen kilometers die kant op, ligt aan de voet van de flanken van de Kaukasus. En in de tijd dat Georgië nog bij de Sovjet-Unie hoorde, haalden ze hier mangaan uit de grond. Dat doen ze overigens nog steeds. Heel klein beetje, maar destijds heel veel. Grote hoeveelheden mangaan. Dit was een mangaanmijn. Dat werd gebruikt overigens lang geleden al in verf en in glas en later in ijzer om ijzer sterker te maken. Maar dan zie je wat er gebeurt. Hè? Als zo'n enorme staat, wat de Sovjet-Unie was, als het uit elkaar valt, wat voor gevolgen dat heeft. En uiteindelijk ook voor de bewoners, voor de werkgelegenheid. En dat kan alleen maar hier. Hè? Dan rij je hier doorheen. Het is een soort spookgebeuren met allemaal gebouwen die in puin liggen. Gewoon nog de kabelbanen eroverheen met de karretjes aan bungelen. Ongelooflijk. En dat is dus ook off the grid. We komen op plekken die je hooguit ziet van Discovery of zoiets. En dan rijden we erheen, een beetje kijken, gaan we weer verder. Lopen er nog wel wat van, hè? Ja. Jezus, dit was wel een atypische off-the-grid dag, hè? Ja. Vandaag en gisteren. Ja, wat boeiend, toch?
ja, weinig off-road, maar dat deden we de dagen daarvoor. Ja. Dat was serieus off-road. Ja, dat was, ja. En deze ter compensatie, zeg maar, een beetje cultuur. Ja, precies. Ja. Hey, waar, waar staan we nu dan? We staan hier. Slapen we hier? Of hier slapen? Ja, nee, we slapen beter, hè? Maak je zich geen zorgen. Als je meegaat met off the grid, slapen we beter dan dit. Daar slaap ik. Daar slaap wel. Heel goed. Wat zijn dit? Jullie slapen allemaal goed, hoor. Don't worry. Dit zijn Khrushchev appartementen. En die zijn in de jaren 50-60 gebouwd. Ja. Door Khrushchev, dat was toen de baas. En die heeft heel veel appartementen neergezet, eigenlijk door de hele Sovjet-Unie. Om gewoon snel veel huisvesting te regelen voor mensen. Juist. Hey, de zon schijnt, dat maakt het iets draaglijker waar we staan. Wat gaan we morgen doen? Morgen? Waar gaan we naartoe? Morgen een hele toffe dag. Morgen gaan we naar Svaneti. Mooi. En dat zie je natuurlijk later in de off-the-grid video's op mijn kanalen. Ik ga een hotelletje zoeken. Ja, dat is goed. Iets bij een douche. Ja. Top.